Dinsdagmiddag rond 3:30 is de bestuurster van een personenauto gewond geraakt bij een verkeersongeval in Pei. Op de kruising van het Châtelaitplein en de Hubertusstraat kwamen twee auto's meteen in botsing, nadat een van de bestuurders mogelijk geen voorrang verleende aan een auto van rechts. Na de botsing kwam de auto van de vrouw in een voortuin tot stilstand. De bestuurder van de andere auto raakte zover bekend niet gewond. Is wel op ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel. De vrouw in de auto, die van de weg was geraakt, zat bekneld en is met de hulp van de brandweer uit de auto gehaald. De brandweer moest een deur van de auto verwijderen, zodat de vrouw veilig op de brancard kon komen. Die is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. De plek van het ongeval was wel opmerkelijk, namelijk midden in een woonwijk. Beide auto's zijn totaal losgeraakt door de klap. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval nog.